De medewerkers van de medische zending Binnenland zijn om hun protest kracht bij te zetten naar de Nationale Assemblée gegaan. De protesterende MZ-medewerkers zijn met bussen afgezet bij het parlement. Jennifer Simons, voorzitter van de Nationale Assemblée, heeft de groep ontvangen. Zij gaf aan de vergadering net was aangevangen toen zij begreep dat de MZ-medewerkers buiten het gebouw stonden. Volgens Simons wilde zij niet zonder meer naar buiten komen, omdat de medewerkers daar niets aan zouden hebben. Het was belangrijk voor hun dat zij de mededeling kon doen dat ze al in gesprek was met de regering over deze kwestie. Dus we zijn eerst begonnen met de regering te praten en te kijken wat er eigenlijk precies aan de hand is dat het geld nog steeds niet is overgemaakt. Voorlopig bericht is, het is nu wel al overgemaakt. Maar het probleem is dat, u weet toch, DSB of welke bank dan ook, die doet altijd 2 dagen erover als het nu is overgemaakt. Dus we zijn nu bezig, de regering is nu bezig, we hebben gevraagd dat ze toch met de bank afspreken dat er een spoedregeling komt. En ik heb van de minister van Financiën net binnengekregen, hij is daarmee bezig. Ik ben toch naar buiten gekomen om u alvast te zeggen dat wij ook daarop wachten, dus ook DNA. Wacht op die boodschap van de regering voordat we verder gaan met die vergadering. Dus geeft u ons een kwartier, dan hoor ik van de minister van Financiën of het is gelukt dat de bank gelijk die salarissen gaat overmaken. Assembleevoorzitter Jennifer Simons die de ontevreden medewerkers van de medische zending toesprak. Ook volksgezondheid minister Patrick Pengel is nader ingegaan op deze kwestie. Hij deed dat bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling. De bewindsman deelde het parlement mee dat de subsidie reeds is overgemaakt. Ik kan u bevestigen dat vandaag de subsidie over 2 maanden ook is verwerkt door de bank. Het geld is intussen 3,2 miljoen is intussen bij de DSB. En de salarisdisketten is onderweg van de medische zending naar de DSB, zodat de lonen vandaag uitbetaald kunnen worden. Natuurlijk is het een hele onfortuinlijke, vervelende situatie voor de medewerkers van de medische zending. En wij gaan er alles aan doen dat dit zich niet meer voordoet. In transacties tussen verschillende banken gaat er een bepaalde verwerkingssnelheid mee gepaard. En vanwege de regels, et cetera. Dus de bank was niet in staat om afgelopen vrijdag de verwerking te doen. Vandaag was dus de overmaking van de ene bank naar de andere bank een feit, waardoor dus de huisbank van de medische zending vandaag de salarissen kan draaien. Dat ten aanzien van de overmaking die vorige week heeft plaatsgevonden, dat dus vandaag formeel verwerkt zou worden door de huisbank. En voor de rest heeft het ministerie van Financiën alles dat op hun bureau was aan autorisaties, reeds vorige week verwerkt. Dus dit was echt nog een probleem van het systeem, laat me het zo noemen. Of probleem. Het heeft nog wat tijd gevergd om dit allemaal in orde te krijgen. Patrick Pengel, minister van Volksgezondheid, heeft het parlement vanmiddag geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de storting van de subsidie van de medische zending. De bewindsman heeft aangegeven dat deze subsidie intussen door het ministerie van Financiën is overgemaakt.